Partijgenoten, beste mensen. Robert, hoe gaat het met je? Dat is de vraag die mij het afgelopen jaar het meest is gesteld. En als ik dan zeg het gaat goed, dan kijkt men mij met een meewarige blik aan. Zo van, hij zit in de politiek. Het gaat niet goed met Robert, want hij denkt dat het goed met hem gaat. Het gaat echt goed met mij. Met D66 en als we ons best blijven doen, ook met ons land en de wereld. En beste mensen, waarom denk ik dit? Ik weet niet het u, maar aan het einde van de dag stel ik mijzelf vaak de vraag, is mijn batterij leeggelopen of weer opgeladen? Na de afgelopen 10 maanden kan ik zeggen dat bijna iedere dag mijn batterij op 100% staat. En laat ik een paar van die momenten met u delen die mij opladen. Die mij hoop en vertrouwen in de toekomst geven. En misschien ook u wel. En ik begin hier in Rotterdam, mijn eigen geboortestad. Maandagochtend, 9 uur, op Zuid. Een mbo-student deelt zijn verhaal. Het ging niet goed met hem. De school liet hij links liggen. Hij raakte zelfs verstrikt in criminele kringen. Maar 1 docent bleef aan hem trekken. Terug de school in. Hij redde zijn leven. Letterlijk. Nu helpt deze student zelf anderen. En hij vertelt het met tranen in zijn ogen. En ik hou het ook niet droog. Iets totaal anders. Een prijswinnend leerbedrijf. Het is wereldkampioen het herstellen van oude sportauto's. En de eigenaar vertelt dat hij studenten aanneemt met maar 1 vraag. Rij je een brommer en heb je die ook opgevoerd? En zijn succesformule is totaal vertrouwen. Jongeren met ADHD of een andere beperking bloeien hierop. Of studenten in Leeuwarden die direct werken met slachtoffers van de kinderopvangtoeslag. Of deze week nog in Zeeland. Een team van mbo, hbo, wo-studenten die samen onderzoek doen aan gezonde voeding uit zee. En zo kan ik nog uren doorgaan. Dit is de kracht van volgende generaties. Zij maken hun eigen toekomst. Waar mijn generatie mooie plannen voor maakt, daar beginnen ze gewoon mee. Zonder die historische bagage waarom het allemaal niet kan. Mensen, wat mij iedere dag oplaadt, is wat Erasmus, die grote Rotterdamse humanist, vele eeuwen geleden al wist. En zijn woorden staan hier vlakbij bij de uitgang van de metro op het Wilhelminaplein. Jonge mensen zijn de hoop van een land. Het is de paradox van de vooruitgang. Iedere dag zien we slecht nieuws op de voorpagina's van de krant en in de talkshows. Maar na tientallen jaren slecht nieuws blijkt onze wereld toch veel beter te worden. Zo lag 1,5 eeuw geleden de gemiddelde levensverwachting in Nederland nog onder de 40 jaar. Toen kon alleen een kleine stedelijke elite naar de middelbare school. Mochten ieder jaar een paar 100 jongens, alleen jongens, gaan studeren. En dat zijn geen loze statistieken. Mijn eigen overgrootvader werd geboren in 1858 in een gezin van 10 kinderen... Slechts 3 van hen mochten volwassen worden. Mijn grootvader verloor zijn bedrijf in de crisisjaren en schreef zondags achter een tafeltje voor zijn arbeidershuisje brieven voor zijn analfabete buren. Mijn vader was de enige in een gezin van 9 die niet als tiener ging werken. En ik was de eerste in mijn familie die ging studeren. Laten we daarom waken voor misplaatste nostalgie. Dat verlangen naar een tijd die er nooit is geweest. Zoals in een van mijn favoriete cartoons waar een man tegen zijn vrouw zegt, vroeger, toen alles slechter was, was alles beter. Er zijn harde krachten in de wereld en er zijn zachte krachten. Die harde krachten zijn oorlogen, crisis, natuurrampen, gebeurtenissen die ons schokken en die ons ineens op achterstand zetten. De zachte krachten zijn onderwijs en wetenschap, kunst, cultuur, sport, vrijwilligerswerk, sociale strijd, emancipatie. Zij geven die gestage klim van de vooruitgang. Stapje voor stapje. Een beetje zoals Zwitsers een berg beklimmen.
Die stappen vooruit, die worden iedere dag gemaakt. Door mensen voor de klas, door mensen aan het bed, op het trainingsveld van de vereniging, op het plein in de buurt. En al die kleine stappen voorwaarts zien we nooit in het nieuws. Maar ze tellen wel iets op tot iets groots. Een sprong voorwaarts. Die zogenaamde zachte krachten zijn juist oersterk. Het zijn de opbouwende krachten van vooruitgang en ontwikkeling die ons samenleving rechtvaardiger en inclusiever maken. Het zijn ook deze krachten die onze vooringenomen denkbeelden afschuren. Zoals een stroompje water langzaam maar zeker een diepe geul in een rotsblok slijt. Nou, deze dagen voelen we allemaal de afbrekende krachten. De afschuwelijke oorlog in Oekraïne. De radeloze vluchtelingen. De energiecrisis, de inflatie die iedereen raakt. De enorme klimaatopgave. En ze geven ons het gevoel dat we de controle over ons leven verliezen. Die harde klappen moeten we opvangen. De overheid dient haar burgers te beschermen. En ik ben er trots op dat onze bewindspersonen van D66 daar dag en nacht aan werken. Ze stellen onze verdediging veilig, onze energievoorziening en onze financiën. En daar wil ik aan toevoegen, we hebben ook een fantastische fractievoorzitter die dat allemaal politiek mogelijk maakt. Want het zijn geen gemakkelijke tijden. We gaan met z'n allen door grote veranderingen. En we botsen tegen die grenzen van natuur en milieu. Tegen een politieke en economische werkelijkheid die nieuw is. En het is een uitdaging om bij iedere stap voorwaarts het evenwicht en de samenhang te bewaren. Maar vergis je niet, dit is niet nieuw. Iedere tijd heeft zulke verschuivingen meegemaakt. We hebben afscheid genomen van zware industrie met slecht betalende banen in scheepsbouw en massatextiel. En nu zijn we het meest innovatieve land van Europa. Met het grootste high-tech bedrijf. Als wereldgemeenschap hebben we de smog van kolenkachels uitgebannen. We hebben de zure regen gekeerd. We hebben het ozongat gedicht. Als we dat kunnen, kunnen we ook het klimaat en de natuur redden. Nu, voor 10 januari kon ik mijzelf die heerlijke luxe permitteren om overal een mening over te hebben. En nu vraagt u mij terecht als minister van Onderwijs, wat doe jij eraan? Hoe geef jij de jeugd de toekomst? En het antwoord is, we doen heel veel. Veel meer dan vorige kabinetten. We hebben de grootste investering in de volle breedte van het onderwijs gemaakt sinds tientallen jaren. Er zijn nu middelen voor rust en ruimte voor docenten en jonge onderzoekers en met de basisbeurs en energietoeslag ook eerlijke financiële ondersteuning voor onze studenten. Maar het is nog niet genoeg. Er is nog veel meer te doen. En bovenaan mijn lijstje staat het definitief uitbannen van het 19e eeuwse model in het onderwijs. We moeten stoppen met denken in termen van hoger en lager. Die ladder. Mensen, we moeten de ladder kantelen tot een waaier. Waarin alle onderwijsvormen niet bovenop elkaar liggen, maar naast elkaar en allemaal evenveel meetellen. Zodat ook het beroepsonderwijs en met name het mbo de maatschappelijke erkenning en waardering krijgt die het zo verdient. Zodat alle studenten, en ik zeg alle studenten, trots zijn op een opleiding en kunnen genieten van het leven buiten de studie. Toegang krijgen tot kroegen, verenigingen en sportclubs. Dat kunstmatige onderscheid tussen hoger en lager, wat overal zit, ondergraaft de cohesie van de samenleving.
Het is een afvalrace die uiteindelijk alleen maar verliezers kent. Maar als iedereen naar aanleg en voorkeur in dat horizontale vlak van de waaier zijn mogelijkheden kan ontplooien, dan versterkt dat juist onze samenhang. En daarmee de weerbaarheid en de vrijheid van ons allemaal. Kansengelijkheid is vaak een open deur. Letterlijk. Ik hoor zo vaak, de deur staat open voor iedereen. Maar dat is een loze boodschap als je van ver komt. Als die weg naar die open deur vol barrières zit, zodat je altijd achteraan moet aansluiten. Of als je eenmaal binnen bent, het zoveel meer moeite kost om gezien en gehoord te worden. Vrijblijvende maatregelen en goede bedoelingen gaan gewoon niet het verschil maken. Gelijkheid vraagt stevig en ongelijk ingrijpen. En daar ben ik ook zo blij dat we nu eindelijk een eind gaan maken aan stagediscriminatie in het mbo. Ik heb trouwens moeite met dat woord kansengelijkheid. Het is alsof het leven een loterij is. Of het best haalbare een lot voor iedereen is. Ik voel dat we de lat hoger moeten leggen. Alle jonge mensen verdienen tot hun recht te komen. Geen gelijke kansen, maar gelijke mogelijkheden om te worden wie je bent. Ieder mens wordt geboren als een zaadje, waar een hele eigen boom in zit. Maar sommige zaadjes worden geplant in een warme kas met genoeg water en voeding. En andere beginnen in de droge vrieskou op arme grond. Laten we daar nou eindelijk iets aan doen. Al die zaadjes moeten kunnen uitgroeien tot wat ze op het best en het mooist zijn. Niet allemaal gelijk, maar allemaal verschillend. Het gaat er niet om of jij in het systeem past, maar of het systeem zich aanpast aan jou. We moeten stoppen al die rondjes en vierhoekjes in dat vierkantje te proppen, maar juist ruimte te maken voor afwijkende stemmen en perspectieven. Geen inclusie, maar expansie. Als cosmoloog leef ik graag in een uitdijende samenleving. En geef daar ook kennis de volle ruimte. Laten we eerlijk zijn, we zijn hier bij elkaar ook omdat 30 jaar geleden volhardende onderzoekers tegen alle stroom in de mRNA-vaccins hebben bedacht die alleen al in het eerste jaar wereldwijd zo'n 20 miljoen levens hebben gered. Wetenschap is het radarscherm dat de zwakke signalen uit de toekomst kan opvangen. Dat ons door die dichte mist van onwetendheid naar een betere wereld kan leiden. En daarom moeten we ook voor onze wetenschappers gaan staan. Juist voor hen die die moeilijke boodschappen geven. En we moeten ons verzetten tegen alle vormen van intimidatie en bedreiging die de vrije kennisvergaring ondermijnen. Wat vraagt het van onze samenleving om die opbouwende krachten een kans te geven? En ik zeg niet een panzer waarachter we ons verschuilen, maar een ruggengraat die ons sterkt. De evolutie leert ons dat een panzer, een exoskelet, weliswaar directe bescherming biedt, maar op de lange termijn een slecht idee is. Het belemmert verdere groei en ontwikkeling. Een panzer sluit je op binnen je eigen schil, je eigen beperkte wereldje. Daarom wordt de wereld ook niet geregeerd door kevers of krabben. Een intern skelet geeft je juist buigzaamheid en de onbeperkte ruimte om te groeien. Onze veerkracht moet van binnenuit komen. Ligt besloten in de sterkte van onze instituties en gemeenschappen. En vanuit het buitenland keek ik vaak met bewondering en jaloezie naar de traditie die we in Nederland hebben om met elkaar te blijven praten. Net zolang tot we eruit komen. Ik heb met eigen ogen in de Verenigde Staten gezien
hoe gemakkelijk dat proces kan ontrafelen. Onze innerlijke kracht, die ligt in dat rommelige, frustrerende gedoe dat we democratie noemen. Dat eindeloze overleggen met slechte koffie in troosteloze zaaltjes waar iedereen zijn zegje moet doen. Die irritante demonstraties, die tegenstemmen die steeds weer klinken. Wil je een leven zonder debat en zonder poldercompromissen? Ga dan maar in Moskou wonen. Juist in deze tijd van internationale spanningen moeten we vertrouwen dat ons systeem beter werkt dan die geharnaste alternatieven van de autocraten, de krabben van deze wereld. Onze innerlijke vitaliteit is de beste bescherming tegen die bedreigingen van buitenaf. Mensen, ik kan talloze wetenschappelijke ontdekkingen noemen die onze levens gemakkelijker of welvarender hebben gemaakt. Maar weinig kan op tegen de democratische rechtsstaat. Die brengt ons vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, gezondheid en welzijn voor ons allemaal. De vijand van die democratische rechtsstaat is trouwens niet alleen de autocraat die zich tegen het individu keert. Die alles en iedereen naar zijn wil vormt. Het is ook iets anders. Het is ook het onbegrensde individualisme. Waarin iedereen alleen maar zijn eigen belang nastreeft. Zonder oog voor de ander. Een wereld waar iedereen zich in zijn eigen schild terugtrekt. Onze ware vrijheid is de gedeelde vrijheid. Om ons maximaal te kunnen ontplooien en te beschermen, moeten we actief bijdragen aan die interne ruggengraat. We moeten onze instituties en gemeenschappen voeden en koesteren. En dat vraagt veel van ons. Maar het vraagt boven alles eensgezindheid en verbinding. En verbinding is niet gemakkelijk. Ik kan u zeggen, ons brein is ontworpen om juist de verschillen groter te maken. We trekken dingen graag uiteen. Jij en ik, zij en wij. We vervangen nuances door zwart en wit. We maken graag een cartoon van die werkelijkheid. En nog moeilijker wordt het door de afbrekende krachten van binnen en van buiten die ons maar al te graag uit elkaar willen spelen. En die verschillen in beton gieten uit politiek gewin of opportunisme. Maar de wereld hangt meer met elkaar samen dan we zelf denken. We bestaan allemaal uit diezelfde deeltjes. Als je 1000 jaar terug in de geschiedenis gaat, zijn wij allemaal familie van elkaar. Erasmus zei ook, ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten. Hij verdient applaus na 100 jaar. Laten we ook stoppen met het trekken van die kunstmatige grenzen. Grenzen tussen land, stad en platteland. Tussen hoog en laag. Tussen jong en oud. Tussen man en vrouw. Als we de opbouwende krachten die ons zoveel hebben gegeven en werk kunnen laten doen, dan ben ik optimistisch over de toekomst. Dr. Martin Luther King zei, de boog van het morele universum is lang, maar buigt zich naar gerechtigheid. In die vloeiende kromme naar boven, in die lange keten van vele generaties, zijn wij slechts een schakel. Maar wel de cruciale verbinding naar de toekomst. En voor iedere keten geldt dat hij zo sterk is als zijn zwakste schakel. Er ligt daarom een grote verantwoordelijkheid op onze schouders om de sterkste schakel te zijn. En zo die opbouwende krachten van hoop en vertrouwen in vooruitgang veilig te stellen en ze door te kunnen geven aan de komende generaties. Dank u wel.